Het was een hele rustige kleine tenttastour in Middelburg. Toen wij er binnenkwamen waren we de enige. Het was een beetje saai, maar daarna liep het wel vol. Maar ik vond het wel niet onprettig daarbinnen. Gezellig. Nou, ik vond de stoelen maar hard. Hoe was de bediening? Ja, die is me eigenlijk niet zo opgevallen. Die was gewoon netjes en efficiënt, maar niet vervelend of extra vrolijk of zo. Gewoon, normaal. Ja, gewoon. Lekker snel, niet te langzaam. Gewoon. Ja, we kwamen binnen. Ze ging eerst even iets anders doen. Ze liet ons rustig zitten. Daarna kwam ze ons gewoon bedienen. Hoe was de chocolademelk en de slagroom? De chocolademelk was lekker, want het was, komt niet zomaar dat het in de magnetron gepleurd wordt, maar dat was echt daar gemaakte chocolademelk met cacaopoeder, denk ik. Dus die was erg lekker. En de slagroom was een goede hoeveelheid en die loste ook goed op in de chocolademelk en samen was het erg lekker. Ja, lekker. Deze is zelf gemaakt van cacao, dus die was wel extra lekker. En de slagroom? Ja, de goede hoeveelheid zat er wel op, ja. En het past ook goed bij die chocolademelk. En wat kost het? Het kost met slagroom €2,30. En wat voor cijfer geeft u? Ik geef tas toe, geef ik een 8,5. Ik geef ze een 8,5.